Ik ga voor goud in Londen. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zoveel zin in. En ja, ik heb hier zo lang voor getraind. En ja, ik ben gewoon helemaal klaar. Wij gaan volgende week aanmoedigen. Dus volgende week sta ik weer hier. Weer in het oranje. Om naar Londen toe te gaan. Het is nu wat dichterbij, hè? Want 4 jaar geleden, of nee, wanneer was het geleden? Ja, was Beijing, hè? En dat was een beetje te ver weg. Woordproefje, hè? Voor Londen, hè? Jongens, woordproefje. Alsjeblieft, goeie reis. Ik mag ook naar Londen. Ik heb altijd gezegd, ik ga voor goud. Op de 50 meter rugslag, dat is mijn afstand. En ja, ik heb er alles voor gegeven en ik blijf gewoon zeggen, ik ga gewoon voor goud en ik kom gewoon thuis met een medaille. Ja, leuk! Het wordt nu tastbaar en dat is heel mooi. We hebben hier met de hele ploeg zo lang naar uitgekeken en nu het eindelijk zover is. Dit is het eerste traject van de reis ernaartoe en dan begint het wel wat te kriebelen hier en daar. De Spelen hebben gewoon iets bijzonders. Er zit gewoon een magisch sausje overheen. En je maakt het maar één keer in de 4 jaar mee. En dat is iets waar je bewust van moet zijn en gewoon 100% van moet genieten.